Bubbly. Nou, op de fiets. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Nou, maar je weet pas eigenlijk sinds 5 minuten dat je weer school hebt. Ja. Want de juffrouw die is sinds maandag is ziek. Het is vandaag woensdag. Ja. Papa brengt me vandaag naar school. Hij heeft vrijgenomen vanwege de verbouwing. Ja, en ook voor iemand dat we ziek zijn. Ja. Tot vanochtend wisten wij niet. Nee, want maandag hadden wij geen school. Ik heb thuis gezeten die dag. Want die juffrouw was ziek. 4 andere mensen waren dus ook ziek. Dus er was gewoon geen school voor ons. Geen inhaal of zo, iets juf. Nee. Dus we hadden geen school. Gisteren hebben we wel school gehad. Maar gisteren was nog niet bekend of vandaag. Nee. Je had een plaatsvervanger. Ja. En vandaag om 7 uur kregen wij pas te weten dat ik naar school ging. Ik had persoonlijk wel verwacht dat we gewoon naar school gingen. Omdat ik anders wel weer gewoon een juffrouw zou krijgen. Of gewoon een meester. Oh, een ongeluk gebeurd. Oké. Dus ja. Dat. Ja, en wat ga je vandaag doen dan? Weet je, wie krijg je? Meester Maarten. Oké. En ja, ik ben heel benieuwd, want we hebben vandaag oefencito. Wie? Jullie? Ja. Wat hoor ik je nou voor het eerst? Ja, ik wist ook niet. Hoe weet je nou? Je wist het niet. Van wie weet je het anders? Stond op het bord gisteren. Ja, dan had je toch gisteren kunnen vertellen? Dat heb ik vergeten. Ja, dat heb ik vergeten. Maar ja. Dus ja. Maar wat houdt het in dan? Dat weet ik niet. Er staat alleen op het bord oefencito, dus ik ben heel benieuwd. En dan kom je nou mee? Ja, ik wist het ook nog niet. Ja. Doe het nou weer voor. Nou ja. Oké. Dus ja. En verder de rest van de dag? Woensdag, dus je gaat naar opa? Ja, half dag. Ik moet bij opa even douchen. Oh ja. Want de verbouwing? Hoe is de verbouwing? Goed, het gaat goed. Ja. Dus ja. Vertel, wat is er allemaal al? Nou, nu zit de wc erin. Dus we hebben nu beneden geen wc meer, want beneden is nu de wc eruit gesloopt. Ja, nu boven. Ja, nu zit die boven erin. Dus alleen boven kunnen we naar de wc. Ja. En het bad zit erin. We hebben nog geen warm water. Dus ja, maar het lampje doet het dan wel en de bubbels en zo. Ja. Dus hij is wel redelijk klaar al. Oké. Er staat nog geen douche. En bij de andere wc staat er eigenlijk nog helemaal niks. Daar zijn ze nog gewoon bezig. Maar er zitten wel de vloer in. Maar het schiet al op dus? Ja, het schiet echt heel erg op. Oké. Dus ik denk eind van de week dat we toch wel aardig ver komen. Ja, zeker. Oké, nou ja, goed. Dan wens ik jou vandaag een goede dag. En dan Dank zie ik jou je? Vanmiddag. Ja. Terug naar het koorje van opa. Yes. En dan gaan we even kijken hoe de verbouwing is. Yes. Yes. Ja, even laten zien wat ik net gehaald heb. 2 echte Max. 1 voor Bobbili en 1 voor mij. Leuk, ik ben er wel blij mee. Ze zijn leuk gedetailleerd. Poppetje erin. Dus ik pas weer leuk bij de collectie. Geinig. Even bij de gamma. Even kijken. Stopcontacten. Een beetje verder. Ik denk hier. Ja, hier moeten we zijn. Even kijken hoor. Ik denk dit merk. Ja. Kijk, hier 20% korting op al het schakelmateriaal. Hey. Jeetje. Klik aan, klik uit. Oh, nou, dat hebben we die nodig. Maar het moet zoiets zijn. Ja, nou, dan moet je die pakken allemaal. Reflex, dat klopt. Wit, dat klopt. Zoek maar eventjes op. Nou, hier tussen zitten ze allemaal. Ja. Ja. Oké, we zijn klaar. Huppeltje. Even afrekenen. Dan heb je eigenlijk hier ben ik. Ja. Nee, we hebben genoeg open haardhout. We lopen naar de kassa. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zo, zo fiets ik op woensdag met je mee naar school. Ja. En hebben we eventjes over onderwijs. En zo is het alweer vrijdag en zit je alweer voor de tweede dag bijna thuis. Want gisteren bleek dus dat de juf ziek was, nog steeds. Ja. En ben je wel naar school geweest? Ja. En toen was de klas maar half aanwezig? Ja, 11 kinderen. 11 waren aanwezig. Heb je wel les gehad? Ja, nou ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, dat is dus een beetje meer BSO geweest. Een soort van, ja. Een soort van, oké. Okay. Nou, en vandaag is dus besloten dat je gewoon thuis kan blijven. Ja. Dus ja, ik hoop dat er wel wat online komt. Maar ja, er staat dat ding open op Kinsey. Oké, okay, nou ja, goed. Ja, nou ja, het, allemaal, het is niet anders, hè. Het is even aankijken. Ja. Want die juf was positief. Ja. Ja, nou, lekker, hè. Ja, het kan gebeuren. Het gebeurt heel veel op dit moment. Dus dat, en we gaan natuurlijk vandaag weer horen dat we natuurlijk een lockdown krijgen. Nou goed, dat is allemaal geen plezier. Ik hoop niet dat de scholen dicht moeten. Ja, dat die kans is, blijft natuurlijk wel. Maar goed, we gaan onderhand tussendoor door met de verbouwing. En jij, wat is er? Wat, ja? Wat is er? Ja? Ik dacht dat ik moest niet zitten. Oh, je moet niet. Oké, okay, maar ja, goed. Hoe zijn de plannen voor vandaag? Wat heb je allemaal in je planning? Want je moet even... Ik moet mijn spreekwoord oefenen. Waar gaat de spreekwoord over? YouTube. Hé, hey, oké. Okay, hey. Dus voor de kijkers thuis, YouTube. Dus, ja? Ja. Oké. Okay. We moeten banden verwisselen. Naar de winterbanden, ja. Ik moet om 3 uur moet ik bij een vriendinnetje staan. Evi. Want kinderfeestje hebben we. Een kinderverjaardagfeestje. Ja. Dus daar heb ik heel veel zin in. We moeten nog douchen bij oma. Ja, want de verbouwing is nog steeds bezig. En de mannen komen over. Even kijken. Een kwartiertje. Zo ja, hoe laat komen? Hoe laat komen ze? Ja, een kwartiertje. Nou, hey, ja, heel mooi, hè? Ja. Je zegt horloge, ja, maar we weten alles, ja, hè? Ja, waarom? Het is een ingebouwd horloge. Maar goed, je hebt een drukke agenda. Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat, dan moet jij me even volgen dan. Want ik ben hier druk bezig, dus dat gaat helemaal goed komen. En dan vandaag geen paardrijden. Nee. Nee, dus de manege voorweg. Want het duurt tot 8 uur. Ja, dit keer geen manege voorweg. En om 7:30 moet ik rijden. En anders kan ik maar een kwartiertje rijden. Nou, niet eens, want dat moet je opdekken. Ja, en dat daarom niet. Dat, ja. Dus deze week alleen manege Leidseveen. Dat is morgen. Ja. Oké, okay, dus, ja. Nou ja, dan wens ik jou een hele prettige dag. Dank je. Ik ga even wat werken thuis. En dan zie ik het vanzelf wel verschijnen. Ja. We zitten in de auto. Onderweg naar de dierenarts. Helemaal niks ergs. We moeten gewoon voer halen. Kijk, Kaya was natuurlijk ook niet super lekker. Dus daar hebben we voer voor gehaald. Jij tenminste. Ja. Soja, ik ben trouwens met Soja vandaag in de auto. Yay. Want papa die was natuurlijk voor thuis vandaag. Dat zei hij al. En daarom gaan we nog even extra voer halen. Want dat is bijna op. En dat vindt ze echt heerlijk. Nou, ze lijkt alsof het snoepjes zijn. Het is gewoon eten voor haar. Maar het is gewoon lijkt alsof het snoepjes is, joh. Ze vindt het echt heerlijk. Dus dat gaan we nog halen. Trempeltje. Dus dat gaan we nog halen. Daarna gaan we naar Saverne voor de badkamer iets. Ja, spulletjes ophalen. Ja, spulletjes ophalen. Maar dat gaan jullie zo meteen zien, als we er zijn. Ja, want we zijn er echt bijna. Dus we zijn er bijna. Goed gesprek dit. Oké, we zijn net bij de dierenarts geweest. We kunnen daar binnen niet filmen, dus we hebben gewoon even alles meegenomen wat we hebben daar gekocht. We hebben, zoals ik zei, natuurlijk het wereldvoer voor Kaya. Ja. Dit voer vindt Kaya echt helemaal geweldig. Eerst hadden we een klein probeerzakje ervan. En die hadden we gekregen. Die vindt ze echt super lekker. En dan hebben we nog deze blikjes. Voor Noet waren deze, voor Noetje. Ja, voor Noetje en voor de anderen. Ja, voor iedereen eigenlijk. En dan hebben we nog wat diarree-remmer. Dus dat hebben we even bij de dierenarts gekocht. Wat is onze volgende bestemming? Saverne, denk ik. Hoe laat is het? Even spieken. 9:30, dat gaan we halen. We gaan even naar Saverne. Dus let's go. Oké, we zijn bij Saverne. Dus let's go, we gaan nu naar binnen. Wat moeten we precies hier halen, Soja? Alle spulletjes die we hebben besteld voor de badkamer. Dus de wc-rolhouders. Dus dat is eigenlijk plek voor de deur. Nou ja, maakt het niet uit. Nou, jawel, want dan kan ik de spullen inladen. Geef maar even voor. We gaan even terug, we moeten even de auto daar neerzetten, want ze kan dan even de spullen neerzetten. Dus we gaan heel even de auto even op een andere plek neerzetten. Oké, okay, we... De deur dicht gaat vanzelf, wat jammer nou. Moet weer die deur dicht. Zo. Oké, okay, we hebben alles. Doedoe! Ja, bijna alles. Alleen de wc-borstels hebben we nog niet. Maar voor de rest hebben we alles. Mijn mondkapje afdoen. Ja. Want we moeten natuurlijk gewoon weer mijn mondkapje opdoen. Dus ik ook. Hele doos?
Ja, echt een hele doos vol hier, zoals jullie kunnen zien. We hebben zelfs een briefje meegekregen waarop staat, hè? Dit is alles erin. De houders, de borstels. Dus dat is helemaal top. Ja. Alright. Dus op naar de bandenwissel. Bandenwissel, let's go! Oké, we staan bij de Peugeot dealer. Even mijn mondkapje op zien te krijgen. Hoe moet dit op, jongens, met één hand? Zo. Oké, hij zit volgens mij echt niet. Even kijken. Oké, ik heb hem opgekregen met één hand. Joehoe! Oké, we zijn bij de Peugeot dealer. Daar was ik gebleven. De auto staat nu nog achter ons. Kijk, hier staan allemaal auto's dubbel. Oh, joh. Dan moeten we die kant op maar, denk ik. Dus laten we maar naar binnen gaan en gewoon even wachten. Hoe lang denk je dat het gaat duren dit? Uurtje. Uurtje, let's go. Uurtje wachten maar. Eindelijk, we staan weer buiten. Zo. Kan ook af. Ja, hoe lang heeft het ongeveer geduurd, denk je? Een uurtje maar. Ze waren best snel. Ja, ze waren best snel. Ondanks het uurtje is het natuurlijk wel best lang. Ja. Hier staat de auto. Ja. Hij ruikt echt heel fris. Ja. De winterbanden zitten erop. Yes. Daar zo. Beetje moeilijk laten zien aan jullie, maar ze zitten erop. Perfecto. Wat is onze volgende bestemming? We hebben bij oma douchen. Maar het is inmiddels nu 11:15. Ik denk dat we even langs huis rijden gewoon. En dan dat we even kijken welke mannen er zijn, zodat we even lekker Turks pizza kunnen halen. Wil je dat nu al doen? Ja, die dat we thuis zijn. Oké, let's go dan. Oké. Naar huis. Oké, we zijn thuis. Eventjes de blikjes pakken natuurlijk van het eten van de katten. We waren er net in kwijt, maar die was goed tussen de stoel gegaan. Echt super handig. We zijn thuis, dan gaan we nu even eten halen. Ook even vragen wat de jongens willen. Natuurlijk aan het keihard, hopelijk aan het werk zijn bij ons thuis. Gaat het ooit lukken? Nee, dit gaat me nooit lukken dit. Dit gaat me nooit lukken. En ze vonden ze ook nog bezig. Dus ik ga eerst even uit de auto. Ik heb hier trouwens het voer van de wereld voor Kaya. Oké, nu moet ik deze blikken nog gaan pakken. Dit gaat me nooit meer. Ik ga even de camera uitzetten en als ik de blikken heb, dan kom ik weer terug bij jullie. Oké, we hebben even de blikken gewoon even in de doos gedaan van het materiaal voor de badkamer. Het staat nu hier, zoals je wel kan zien. Dus nu met deze zware zak. Teruglopen denk ik maar. Ja, gaat het lukken, Son? Ik ga de doos pakken. Op. Ja. Ja, ze is ook. Oké, let's go. En daarna gaan we even vragen wat ze willen eten. Dus let's go. Oké, op weg naar de volgende bestemming. We hebben het echt lekker gegeten. Ik vond het echt wel lekker, jij? Mm-hmm, zeker. We moeten nu naar de oma. We moeten even lekker onze haartjes gaan wassen. Want we hebben natuurlijk nog steeds geen douche thuis. Dus we gaan nu even lekker onze haartjes wassen. En wat gaan we daarna doen? Intratuin. We moeten nog even wat ophalen, even katten voorhalen. Dus daarna gaan we naar de intratuin. Dus nu gaan we eerst even naar oma en daarna gaan we gewoon lekker naar de intratuin. En daarna, dan is het denk ik ongeveer wel 3:00. En dan moet ik weg zijn. Want ik heb natuurlijk kindervisje. En dan moet ik om 3:00 zijn bij haar, bij Evie. Daar heb ik al 2 keer slaapfeestje mee gehad. Dus als je de naam nog herkent, nou. Dus daar ga ik naartoe voor het kindervisje. Dus ik heb er super veel zin in. Maar dat is pas om 3:00 dat ik daar moet zijn. Het is nu 1:00. Ja. Dus op weg naar oma. Nou, klaar met douchen. Ja, we hebben de spullen mee, hè? Ja, ik heb hier, ik spaar natuurlijk al een tijdje hamsters. Dus ik heb weer 2 nieuwe hamsters. Zou ik zo meteen even in de auto laten zien aan jullie. Ja. En we hebben een vega favoriete, de vega favoriete van Nederland of zoiets. Ja, die met van die actie. En we hebben natuurlijk onze tas mee met de douchepullen. Hopelijk kunnen we morgen douchen bij ons. Want de douche zit er nu bijna in. Dus we gaan het zien. Ik ga zo even mijn knuffels laten zien. We staan nu bij de auto. Dus ik ga nu even in de auto. Oké, in de auto. Ik heb deze knuffel. Het is trouwens van de hamsters. Die spaar ik al een tijdje, zoals jullie weten. Spaar ik deze al echt wel best wel lang. Ik heb nu best een hele grote verzameling ervan. Deze heb ik. Superleuk, met een jurkje. En ik heb er nog één, die zit onderin de tas.
En deze met een superleuke cape. En een leuke zakje van Sinterklaas natuurlijk. Oeh, drempeltje. Dus deze ook lekker weer bij mijn collectie. Dat kan er natuurlijk altijd nog wel bij. Ik heb er echt een heleboel. Dit kan er ook nog bij mijn collectie. Dus ja, op weg naar de... Intratuin. Yes, intratuin. Let's go. Oh, oké. We staan bij de intratuin. We staan nog even op de andere parkeerplek. Ik moest er even uitkomen. Het ging niet helemaal perfect hoe ik eruit kwam. Maar we staan bij de andere parkeerplek. Daar moeten we wat katten dingen halen. Wat moeten we precies halen daar zo? Even eten. Eten? Ja. En we moeten even een autootje ophalen voor papa. Ja, even de bestelling. Ja, voor de bestelling. Die hadden we vorige keer, maar die was er toen niet. En die vond mijn vader toch wel echt super vet. Dus die moeten we hebben. Ja. En ik besef me ook weer, jij doet je mondkapje op, dus ik moet hem ook weer even opdoen. Dus nu komt het grote succes weer om dit ding weer om te krijgen. Ga jij me vasthouden? Oké, let's go. Zo. Gaat veel sneller, hè? Ja, vind ik ook. Er zit er alleen haar in mijn mond, altijd handig. Oké, moet een beetje snel zijn. Ja. Het is nu namelijk 2:00 en om 3:00 moet ik bij Eve zijn. Het is al 2:10. Dus we moeten echt super snel zijn, want we hebben maar 1 uurtje. En ik moet om 3:00 daar zijn. Dus ik denk dat ik ongeveer 10 voor weg moet. En hier lopen we ook altijd wel lang. Dus we moeten even doorstappen. Dus let's go. Oké, we lopen binnen. Het is een beetje plan gewijzigd. Ja. We gaan namelijk geen voer halen, want we hebben dus een muntje mee. Maar dat muntje moet er echt wel in, want voer die zakken zijn echt best zwaar. En het muntje wil maar niet in het karretje. Nee. Bloedirritant. Ja, we gaan... Dat kan het niet. Dus we gaan nu alleen even het autootje ophalen. Die is best klein, dus ja. Nou, dan lopen we binnen 2 seconden weer buiten. Ja, dat ging echt snel. Ja, het ging echt super snel. Met de wind die we natuurlijk moeten hebben. Ja, de twee autootjes. Ja. Autootjes. Het is niet te zakken voer, omdat het muntje paste er niet in. Nee, en we hebben niet heel veel tijd om allemaal te klooien. Er lagen ook geen reservemuntjes. Nee. Dus voor nu hou ik het even op. Dus die ga jij zondag gewoon halen? Ja, zondag een nieuwe kans. Ja, ah joh. Dus nu terug naar de auto en dan even kijken hoe laat we precies thuis komen. Kijken hoeveel tijd ik nog heb. En dan anders gelijk richting door. Dus ja. Oké, nou ik sta hier soms nog even de auto aan te inparkeren. Het is nu 2:30, dus ik heb nog iets van een kwartiertje denk ik. Dus ik ga nog even mijn haar goed doen, want we gaan een escape room doen. Dus het is wel even dat ik denk... moet ik even goed mijn haar voor doen. Want dan wordt natuurlijk allemaal heel spannend en zo. Wie er gaat winnen. Dus ik ga nog even mijn haar doen. Ik ga misschien ook nog iets anders aandoen. Maar ik denk dat ik gewoon... Dit is natuurlijk mijn jas. Maar ik denk dat ik gewoon mijn trui en mijn broek aan hou, denk ik. Dus waar ga ik even sokken pakken? Want ik heb nu geen sokken aan. Want ja, ze zijn natuurlijk bezig. En het lag water op de grond. En daar stond ik weer met mijn sokken in. Altijd handig. Dus mijn sokken waren nat. Dus die heb ik even uitgetrokken. En we moesten toch maar heel even... Zon, lukt het? Lukt die? Ja. Ben ik geen hand? Oh. Oeh, dan krijg je het in mijn hand gedrukt. Zo. Ik klep het. Oké, let's go. Klepje dicht. En dan, camera. Wierbot, omdat ik even anders moet pakken. En dan gaan we nu maar richting huis lopen. Dan even snel mijn haar doen. En daarna ga ik lekker naar Evie toe fietsen. Ik heb geen idee of ik alleen ga. Of dat ik met papa ga. Of met jou, weet ik het. Ik heb geen idee, dus ga ik nog even bekijken. Dus ja, ik denk dat ik wel met papa ga. Dus die... Houden jullie denk ik nog wel bij, denk ik. Ik heb geen idee. Nou, we fietsen alweer. Ja. Want je ging naar dat verjaardagsfeestje. Yep. Yes. Joehoe. Wat gingen jullie doen? Escape room. Boom. Ja, dat weet je niet. Kan natuurlijk ook gewoon een spelletje zijn zoals we laatst hebben gespeeld. Nee. Je ging ergens heen. Ja, we gaan gewoon echt escape room spelen. Als ik heb daar overal over gesproken en zo. Gewoon ja. Toen samen gingen werken. En ten eerste hadden ze eentje met 6 en toen hadden ze uiteindelijk als ze 1 met 8, dus ze heeft nog 2 keer naar uitgenodigd. Oké. Dus jullie gaan misschien ook echt weg? Ja! Oké, dat is wel spannend. Ja, het duurt tot 8:00. Ja? 8:00 komen jullie me ophalen, hoop oh, ja? ik. Oh ja, ik hoop het ook, want dan zit ik er wel weer midden in de zang. Nee, dat begint dan pas. Hè. Oh, dat begint er pas. 8:00 begint het. Oh, oké. Ja, dat is dan wel eventjes... Huppata. Een auto vol met maskertjes, zag je dat? Ja! Even wachten. Pizza! Kom! Pizza time! Alright, gaan we linksaf. Oké. Oké, in de go. Hey, maar vertel even, jij bent vandaag natuurlijk een dag met de camera op pad geweest. Ja, zeker. Want het was natuurlijk vrijdag en geen school. Nee.
Heb je nog kunnen oefenen aan je spreekbeurt? Ja, heb ik vanochtend even kunnen doen. Even kunnen doen. Want ja, ik heb het toch kunnen doornemen. Ja. Ik weet niet of ik de rest heb gedaan. Want die gaat over YouTube. Ja. En vertel eens, wat ga je dan vertellen? Iets over YouTube algemeen? Wat is YouTube? Wat is van YouTube? Wat zijn de eisen van YouTube? Wat heb je nodig om zelf een kanaal te starten? Waarom ben ik gestart? Weetjes en quiz. Oh ja, dat soort dingen. Leuk. Dat is letterlijk gewoon heel mijn inhoud. Oh, oké. Okay. Dat weet je gewoon uit je hoofd. Ja. Nou ja, leuk. Die heb ik al helemaal in mijn hoofd zitten. Dus daar ga ik het over hebben. Ja? Dat zijn de onderwerpen in mijn YouTube-ding. Ja, spreekbeurt. Spreekbeurt, ja. Ja, oké. Okay. Geinig, meid. Ja, zeker. Hoe kom je op het idee? Nou, niet door jou. Nee, ja. Ja. Goh. Nou, eigenlijk door Tessa. Oh ja? Kijk, juf kwam met de spreekwoorden komen eraan. Ja. Ik denk echt, waar ga ik het over houden? Waar ga ik het nu weer over hebben? Ik zeg tegen Tessa, waar ga ik het over houden? Ze zegt, over YouTube. Ik zeg, nou, dat is op zich wel best een goed idee ook. Ja, want dan weet je tenminste zeker. Ja. Hè? Ik bedoel, daar weet je wat over te vertellen. Ja, dus en je zij weet al... zegt een paar dagen later, en we gaan het over houden? Zegt drie keer raden. Zegt YouTube? Ik zeg inderdaad. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel makkelijk natuurlijk. Ja. En het feit is dat je natuurlijk op YouTube natuurlijk ook aardig nu leuk bezig bent. Ja. Zo ja. Zegt deze, heb je wel mijn PowerPoint bedacht dat Tessa voor me? Ja, nou, dat heb je al nu gezegd. Ja. Dus, Tessa? Ja, Tessa. Nou, dankjewel hoor. Ja. Goh. Nou, lekker. Hey, we zijn binnen natuurlijk druk met de verbouwing bezig. Ja. Nou, dat wordt een apart vlogje. Yep. Dat gaan we even later zien natuurlijk allemaal. Maar ja. Ik moet zeggen, het ziet er wel goed uit allemaal. Ja, hè? We kunnen morgen gewoon douchen. Ja, dat is wel eventjes lekker. Ja. Dat goed. Echt heel fijn als we morgen gewoon kunnen douchen. Ja. In onze eigen douche. Ja. Vandaag moest ik naar oma's, mijn haar zijn nu niet meer vochtig. Ja, je bent even bij oma geweest. Ja. Oké. Okay. Dat hebben jullie ook gezien trouwens. Oh ja, ja, tuurlijk. Ja, dat is waar. Ja, dat hebben jullie allemaal gezien. Ja. Nou goed, hey, we zijn er bijna. Ja. Ik ga jou in ieder geval een hele leuke avond wensen. Dankjewel. En dan kom ik je vanavond weer ophalen en dan gaan we naar de Masked Singers kijken. Joho! Alright jongens, we gaan even kijken. Yes. We zijn weer thuis. Ja. Ja, het was te donker om de terugweg te fietsen. Ja. Dus, maar goed, we zijn weer thuis. Ivo, jij bent thuis. Ja. Wat heb je gedaan? Vertel even. We hebben escape room gedaan, wat ik al natuurlijk al zei. Ja. Escape room bij een bedrijf of thuis? Bij een bedrijf. Oké. Waar we ook de stormen hebben gedaan. Misschien kennen jullie dat filmpje nog. Ja, was in Zoetermeer een paar jaar geleden. Ja, dat ik met een vriendin daar naartoe ging. Oh ja, naar die storm. Ja, misschien herken je die video nog. Nou, als je het niet herkent. Zoek hem even op. Ja. Ja. Dus daar was het. Dus ja. En hoeveel waren jullie? 8. Oké, okay. Dat is een leuk aantal. Ja. En dan, heb je allemaal opdrachten gedaan in kamers? Ja, het was dus... je had allemaal kleine losse kamertjes. Mm-hmm. Je had echt hele grote gangen en zo. En als je dan naar een kamertje wou, dan had je dus een soort van chip bij. En die hield je dan voor een dingetje. Ja. En daardoor ging dus die deur open. En dan kon je dus die escape room als het ware gaan spelen. Alright. Dus ja. Wie heeft er gewonnen? Geen idee. Oh. Ja, ik vond ze best moeilijk. Oh. Wij hadden 175 punten. Oké, en wie is wij? Oemia, Emma, niet even kijken, en Julia. Oké, jullie met z'n vieren. Dus, ja. Jullie waren een team. Ja. Oké, leuk. Nou goed, in de tussentijd hebben wij net weer de nieuwe regels gekregen. Het wordt een zware week, dat weet ik wel je vertellen. Dus dat, gaat voor corona. Ja, dat gaat wel helemaal doen en dergelijk. Dus we gaan het allemaal merken komende weken. We zouden in principe het weekend naar de verzamelaarsbeurs gaan. Ja. Maar dat gaat niet door. Die is afgezegd al. Ja. Dus we gaan even kijken voor andere leuke dingen voor het weekend. Ja. Maar goed, voor vandaag heb je van alles gedaan. Dat heb je allemaal zelf gefilmd. Ja. Dus dat gaat... Ik hoop dat het een beetje goed is. Ja, nou ja, goed. Dat merken we vanzelf al. Jongens, jullie kunnen hieronder reageren. Hè? Even je comments geven. Duimpje omhoog. Altijd abonnee worden. Nou, jullie kennen alles dergelijke al. Dat hoeft natuurlijk niet meer gezegd te worden. Voor nu, bedankt voor kijken. Yes. En tot morgen weer. Tot de volgende video. Alright. Doei. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!